voelt dat je in slaap valt. En dan voel je van, hé, maar er blijft iets achter. Moet je eerst misschien overdag anders leven om andere dromen te krijgen? Bij mij kun je misschien zien dat ik een clown ben. Maar ik ben dan eigenlijk heel dicht bij mezelf. Wie is nou wie en wie ben ik? En welke van de twee is de echte ik? Die ervaring is zo beangstigend dat slapen gewoon een trip wordt naar een hele enge plek. Misschien slaap ik wel meer dan dat ik wakker ben. Mijn lichaam is zo moe, die wil slapen. Het ergste misschien aan slaaploosheid is dat je nooit kunt ontsnappen aan jezelf. Je krijgt nooit pauze. Het gevoel in de ochtend dat je gewoon wakker wordt en uitgeslapen bent. Dat is iets waar ik al jaren van droom.